Ja, Marielle, wat leuk dat jij iets wil vertellen over de opleidingen magie van opstellingen begeleiden en intuïtief coachen en adviseren, want die heb je allebei gedaan het afgelopen jaar. Klopt, ja. Als eerste ben ik me nieuwsgierig van wat maakte dat je deze opleidingen wilde gaan volgen? Wat bracht jou daartoe? Nou, ik heb heel veel opleidingen gedaan en ik heb ook heel veel kennis over bijvoorbeeld veranderen. Ik ben onder andere bewegingswetenschapper gespecialiseerd in gedrag. Dus zeg maar rationeel en cognitief had ik het gevoel dat ik wel had geleerd wat er te leren is. Maar nog steeds dacht ik, volgens mij is er andere informatie of andere kanalen waar ik nog veel meer gebruik van kan maken. En zo heb ik ook jaren geleden NLP gedaan. Maar dat was ook echt de overweging om bij jou eerst te beginnen met de opleiding Magie van Opstellingen. Oké. En hoe kwam je dan bij opstellingen terecht? Ja, dat had ik al eens, of dat heb ik meer gedaan, ook tijdens andere opleidingen. En ik was al een tijdje aan het kijken en ik volgde jou eigenlijk ook al jaren. Het is trouwens wel heel grappig, want ik heb jou ook ergens een keer ontmoet, jaren geleden. Maar ik vond het steeds te veel. Nou ja, een methode. En bij jou zag ik steeds dat je ook heel flexibel bent in hoe je dingen inzet. En dat sprak me heel erg aan. En opeens dacht ik, oh ja, nu ga ik het doen. Mooi is het hoe dat gaat dan. Ja. En waren er nog iets van twijfels dat je dacht van, moet ik het echt wel doen of nou? Nou ja, in die jaren daarvoor blijkbaar wel. Van dat Ja. het gewoon niet het moment was. En nu was er. Nou, ik was ook een paar jaar daarvoor. Ja, overbelast geweest. Of ik weet niet of ik nou overspannen of hoe je het moet noemen. En ik was weer gewoon lekker in mijn vel. En ik dacht, maar ik wil gewoon. Nou, weer verder ontwikkelen. Dus dit is het moment om dat te gaan doen. Maar op dat moment had ik geen twijfels meer. Ik weet dat ik nog. Ja, met jou heb gebeld ook. Omdat het natuurlijk altijd wel een. Ja, een heleboel geld is wat je aan welke opleiding dan ook betaalt. Maar eigenlijk had ik toen al lang besloten dat ik het ging doen. Ja. Ja, oké. Hey, en waarom twee opleidingen? Waarom deed je ook intuïtief coaching adviseren? Ja, dat had ik vooraf helemaal niet bedacht hoor. Ik dacht dat ik alleen opstellingen ging doen. En daar heb ik dus heel veel uitgehaald. Maar daardoor wist ik ook jouw manier van werken. En bij intuïtief coaching adviseren had ik toch iets meer. Ja, wat moet ik zeggen, zweefgevoel of zo, van wie kiest daar nou voor? En ja, ik ben ook wel vrij nuchter. En ik dacht van ja, waar stap ik dan in? Maar doordat ik het opstellingen had gedaan, kende ik jouw stijl en manier van werken. En dacht ik van, oh, maar ja, dat past wel bij mij. Die manier van werken. En toen, ik kwam wel achter met opstellingen. Ik was een hele complete serie, hele complete opleiding. Maar daarna wilde ik gewoon verder. Ik wilde gewoon dat verlengen. En dat Ja. heb ik toen gedaan. Ja. Ja, leuk. Hey, Ja. en wat hebben de opleidingen jou opgeleverd? Ja, in één woord heel veel rust. Dat is in één woord wat het me heeft opgeleverd. Ja. En waaruit dat zich in die rust? Dat ik het veel makkelijker vind om. Ja, het is een beetje op mijn intuïtie. Dat vind ik nog steeds een beetje moeilijk om hardop te zeggen, grappig genoeg. Maar het is nu wel een soort systeempje geworden voor mij. Ik weet hoe ik naar mijn intuïtie luister. Namelijk stap dit, stap dat, stap dat. En dan weet ik dat het goed is. En dan hoef ik niet nog allerlei andere opties de hele tijd maar te overwegen. Dus de twijfels zijn daarmee ook weg, is dat Ja. wat je zegt? Ja, oké. Okay. Ja. En En ook trouwens wel ook in relaties en in gesprekken, dat ik het makkelijker vind om onderscheid te maken, letterlijk, tussen wat is van mij en wat is van iemand anders. En daardoor ook allerlei emoties en dingen veel minder. Nou, als ik besef dat het niet van mij is, dan is dat veel makkelijker. ja, dat is wel lekker. En opstellingen, wat heb je daaruit gehaald? Het vak opstelling, het ambacht van opstelling heb je natuurlijk geleerd. Wat heeft dat je gebracht? Ja, heel veel ook. Want eigenlijk gebruikte ik ook best wel opstellingen zonder het zo te noemen. Maar ik gebruik heel vaak ook in trainingen dingen dat ik dingen op de vloer leg en matjes. Dus dat deed ik al. Maar ik kan daar nu veel meer taal aan geven en veel betere vragen bij stellen. En ik heb gewoon ik zeg altijd een heleboel in mijn rugzak erbij gekregen. Waardoor ik.
ook met andere mensen veel meer op de, ja, als je die ijsberg hebt, zeg maar, de onderwaterlaag, veel makkelijker daarover ook in gesprek kan gaan met mensen. Ja. Oké. Okay. En wat levert het jouw klanten op? In heel korte tijd heel veel inzicht. Ja, mooi. Ja. Ja, zonder heel uitgebreide analyses, maar gewoon, nou, ervaar het maar. En toevallig sprak ik vorige week iemand en dat was, die had ik in het voorjaar begeleid. En die zei, ik weet nog precies hoe het voelde dat ik daar stond. En toen dacht ik, ja, daar had ik in praten of cognitief of wat dan ook, was dat gewoon niet gelukt. Ja, bizar, hè? Ja. En de laatste vraag eigenlijk, waarom zou je het aanraden aan mensen om deze twee opleidingen te volgen of een van de twee? Nou, ik denk dat, dat het gewoon mensen heel erg kan helpen om ook gestructureerder, een beetje raar woord, maar je intuïtie serieus te nemen en dat wat onder water gebeurt serieus te nemen. En waarom zouden ze dat moeten willen? Nou, omdat je daar bijvoorbeeld veel rustiger van wordt, maar ook veel effectiever en veel sneller. Ik heb veel minder, ik doe veel minder overbodige dingen. Niet alleen in gesprekken, maar überhaupt in mijn werk. Dat ik denk, ja, moet ik dit eigenlijk wel doen? Nee. Oké, okay. Nou, dat scheelt weer 5 uur werk of zo. Oké. Dus ja, maakt ook een hoop tijd en geef je rust. Ja. Ja, en je kan het dus ook toepassen in je werk als coach en trainer. Dat is ook wat je zegt, toch? Zeker, absoluut. Ja. En hoe het helpt me één doen. Ja, het maakt alles gewoon veel makkelijker en veel sneller. Omdat je niet, als je cognitief in gesprek gaat, dan krijg je heel vaak, ja, maar dit, ja, maar dat, ja, maar dit, ja, maar dat. Terwijl als je werkt met een, ja, meer onderwatervraag, zeg ik dan maar, of met een opstelling, ja, dan voelen mensen gewoon wat je bedoelt of wat zij zelf nodig hebben. Okay. En dat is heel effectief. Ja, en je gaf ook aan dat het wat praktisch was eigenlijk, hè? Dus dat het niet zo zweverig is, want dat zeggen mensen, nou, maar ik hou het juist van het praktisch maken. Dat vond ik ook wel mooi dat jij dat in het voorgesprekje ook even aangaf. Want hoe is het dan praktisch voor jou? Ja. Nou, wat ik inderdaad ook al eerder tegen jou zei, was dat ook wel bij het woord intuïtief mensen natuurlijk allerlei plaatjes hebben. En dat mensen die ik sprak, sommigen heel enthousiast waren en anderen die dachten dan van, maar wat ga je dan doen? Ga je iets met aura's of zo zeker doen? Niks mis met aura's hoor, maar dat is het dus helemaal niet. Het is echt steeds met heel praktische vragen, krijg je gewoon allerlei tools en middelen en werkvormen om heel snel tot resultaat te komen. En dat kan ik echt ontzettend goed toepassen. Inclusief iets wat ik nooit had gedacht dat ik zou toepassen, is visualisaties. Okay. En nu, ik heb laatst een teamdag begeleid via Zoom. Gestart met een visualisatie waarin iedereen elkaar aankeek in de visualisatie. En nu uit die evaluatie van de dag bleek nu ook van, dit heeft zo goed gewerkt. Het was alsof we met z'n allen gewoon op dezelfde locatie bij elkaar waren. Wow. Nou, als je mij dat een jaar geleden had verteld, dat ik een teamdag zou beginnen met een visualisatie, had ik het je niet geloofd. Maar het werkt zo ontzettend goed. Ja. Nou, gaaf. Leuk om te horen en blij dat je zo enthousiast over bent. Ja. En, dankjewel.